Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nagila Elia. Voor de allerlekkerste dadels en voor de unieke dadeltruffels, chocoladedadels en dadelkoekjes. Ga nu naar nagilaelia.nl en ontvang 10% korting op de hele bestelling met code SALAHTI. Welkom bij Mountains Flames, de expert van Nederland in digitale sfeerhaarden. Maak een afspraak en kom gezellig langs bij ons in de zaak in Rotterdam. Voor meer informatie kijk op www.mountainsflame.nl. Een teken van de nabijheid van de dag des oordeels is dat je zult zien dat arme, naakte, blootvoetse schapenherders, Bedouinen, zullen wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. En nu wedijvert Saudi-Arabië met Dubai om het hoogste gebouw, toch? Dit is exact. Nu zie je dat dus die mensen die nog geen 100 jaar geleden Bedouinen waren en leefden in tenten en hutjes, dat die nu wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Het hoogste gebouw in de wereld is de Burj Khalifa in Dubai. Dus deze voorspelling is zo accuraat, zo concreet. En het is bizar. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Tarwewijk, de meest uitgebreide autogarage van Rotterdam-Zuid. Kijk op www.autobedrijftarwewijk.nl. Slager Vuurplaat Rotterdam, dat is de beste schnitzel van Rotterdam. De smaak van ons is de beste en daarom de kruiden is geheim. De beste schnitzel van Rotterdam-Zuid. Mag iedereen komen, mag iedereen welkom bij Slager Vuurplaat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Broeder Mohammed. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is weer een eer om jou weer tegenover mij te hebben. Ik wil jou bedanken voor de vorige twee video's. Jazakallah khair. Het is erg fijn om hier te zijn en een eer om dat samen met jou gedaan te mogen hebben. Deze aflevering wilde ik het eigenlijk met jou gaan hebben over toekomstvoorspellingen die de profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft gedaan. Sallallahu alayhi wa sallam. Of toekomstvoorspellingen die in de hadith of toekomstvoorspellingen die in de Koran staan. Ja. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Profeetschap, de essentie van profeetschap is dat iemand gestuurd wordt door Allah om hen te vertellen over zaken die zij zelf niet kunnen waarnemen. Dit is de kern van profeetschap. Zowel taalkundig, wat profeet, een profeet betekent, een nabi in het Arabisch. En ook in de islamitische betekenis. De kern van profeetschap is dat hij gestuurd is, de profeet Mohammed in dit geval, alayhi salatu wassalam, gestuurd is om de mensen te vertellen wat ze niet zelf kunnen waarnemen. Over Allah, over het hiernamaals en over de religie in het algemeen. Hij is niet gekomen om te vertellen dat gras groen is en dat de lucht blauw is. De kern van zijn missie is dat hij ons vertelt over hetgene wat we niet zelf kunnen waarnemen. Onder andere zaken die plaatsvinden in de toekomst. Enerzijds als een waarschuwing en om mensen daarop te attenderen. En aan de andere kant om de waarachtigheid van zijn profeetschap te bevestigen. Het woord profeet zegt het al, dat hij met een profetie moet komen, toch? Precies, precies. Een van de grootste tekenen dus van profeetschap is dat een profeet zaken bericht die nog niet hebben plaatsgevonden, die in de toekomst zullen plaatsvinden, waarvan de mensen zullen zien dat het uitkomt. En dit is daarom ook een van de grote scheidlijnen tussen een ware profeet en een valse profeet. Het feit dat we zeggen dat een profeet met toekomstvoorspellingen komt en dat een van de tekenen van zijn profeetschap is, wil niet zeggen dat een ieder die een toekomstvoorspelling doet een profeet is. Immers, iemand kan een gok doen die toevallig correct is. Iemand kan iets voorspellen zonder ook maar zelf te beweren een profeet te zijn. Heel veel economen zagen de kredietcrisis van 2008 aankomen. Mm-hmm. En die hebben hem voorspeld. Niet omdat ze beweren profeet te zijn. Niemand van hen beweert een profeet te zijn. Maar omdat zij dingen zagen gebeuren in de financiële markten. En vervolgens door hun expertise wisten waar dat naartoe gaat leiden. Toekomstvoorspellingen die duiden op iemands profeetschap op een aantal voorwaarden. Ten eerste, diegene moet zelf beweren profeet te zijn. Hij moet profeetschap claimen. Ten tweede, de toekomstvoorspellingen die moeten niet voor de hand liggen. Als jij nu 30 bent, kan ik voorspellen dat je over 5 jaar 35 bent als alles goed gaat. Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Het moet niet te voor de hand liggend zijn. Ten derde, het moet een duidelijke en concrete voorspelling zijn en niet een abstract verhaal, omdat je daar alles onder kan scharen. Ten vierde, die toekomstvoorspellingen die moeten groot in aantal zijn, omdat iedereen een toevalstreffer kan maken. En ten vijfde, die voorspellingen die moeten allemaal uitkomen. En geen enkele voorspelling moet duidelijk en concreet mislukt zijn. Omdat dat anders een bewijs is dat dit niet iemand is die openbaring krijgt van de alwetende schepper. Dus al zou die de 100 voorspellingen 99 goed hebben en één fout,
kruis. Dan is dat een bewijs dat hij, dat zijn kennis niet afkomstig is van de alwetende schepper, want die maakt geen fout. Veel mensen zullen hierop zeggen van ja, maar wacht eens even, er zijn zoveel mensen in de geschiedenis die toekomstvoorspellingen gedaan hebben. Mm-hmm. En wellicht is de meest bekende onder de mensen is wellicht Nostradamus, de Franse astroloog. Ja. Die natuurlijk verschillende voorspellingen heeft gedaan en heeft verteld wat er volgens hem gaat gebeuren. Echter, er zijn meerdere voorwaarden waar hij niet aan voldoet. Eén daarvan is de concreetheid van zijn voorspellingen. Zijn voorspellingen zijn allemaal dusdanig abstract dat je er werkelijk alles onder kan bedenken. Ja. Om een voorbeeld te geven, hij schreef dat in de nieuwe stad de lucht zal branden. En dat hebben sommigen dan gebruikt om aan te geven, jongens, hij heeft 11 september voorspeld. Ja, want de nieuwe stad, New York, ja. De lucht zal branden. Dat zou mij niet overtuigen. Ja, maar dat zijn dus zulke vage en abstracte voorspellingen. En dat zie je vaak bij zulke astrologen of wat het ook zijn. En dat is overduidelijk niet een argument voor profeetschap. Als het gaat om de profeet Mohammed, echter, sallallahu alayhi wa sallam, is er in eerste instantie een overvloed aan voorspellingen die hij gedaan heeft, waarvan er heel veel uitgekomen zijn. Sommige tijdens zijn leven al, sommige heel kort na zijn dood en sommige honderden jaren later. En er zijn natuurlijk voorspellingen die nog moeten uitkomen. En met de vele honderden voorspellingen die nu al uitgekomen zijn, is dat reden genoeg om te concluderen dat zijn kennis vandaan moet komen bij de alwetende schepper. Hij kan dat nooit als Arabier in de 7e eeuw zelf hebben bedacht. Ik denk dat de kijkers nu wel denken van, kom maar op met die voorspellingen dan. Ik wil het weten nu dan. Ja. Een voorbeeld is dat in de Koran is voorspeld, toen de Perzen de Romeinen versloegen, dat de Romeinen na hun nederlaag zouden overwinnen over de Perzen. Ja. In Surat al-Rum zegt Allah subhanahu wa ta'ala, de Romeinen zijn verslagen en zij zullen in het nabijgelegen land en zij zullen na hun nederlaag zullen zij overwinnen binnen 10 jaar. Zoals je hoort, een hele concrete voorspelling. De Romeinen en de Perzen zijn twee partijen die iedereen kent. De Romeinen zullen overwinnen over de Perzen en dat zal gebeuren binnen 10 jaar. Dit was niet alleen een voorspelling waar de profeet, of die buiten de invloedssfeer van de profeet lag. Ja. Omdat dit waren twee supermachten en hij was een burger in Mekka. Niet eens een politiek leider, maar een burger in Mekka. Ook was dit een zeer, zeer onwaarschijnlijke voorspelling. En waarom? Omdat de Perzen veroverden land op de Romeinen. Mm-hmm. En die bleven doorgaan met hun jacht. En niets leek hen te kunnen stoppen. Ze veroverden grote delen van Syrië, Jeruzalem, Anatolië, op een gegeven moment zelfs Egypte. Ze hebben grote stukken land veroverd van de Romeinen. En de Romeinen leken daar niet tegen op te kunnen komen. Dat bleef jarenlang, bleef dat doorgaan. De jacht en de veroveringen van de Perzen. In zoverre dat de 18e eeuwse Engelse historicus, Edward Gibbon, gespecialiseerd in de Romeinse geschiedenis, die zei dat over deze voorspelling in de Koran, zei hij dat deze voorspelling, er was letterlijk niks in die tijd wat meer onwaarschijnlijk was. Op het moment dat deze voorspelling gedaan werd, was er niks wat onwaarschijnlijker was dan dat dit zou uitkomen. Omdat de jaren onder keizer Heraclius, die kondigden de val van het gehele Romeinse Rijk aan. En de Koran kwam met deze zeer ongewone en onverwachte voorspelling. Contra-intuïtief dit. Ja, en in het 9e jaar, na de voorspelling, dus net binnen die 10 jaar die voorspeld was, heeft Heraclius zijn leger compleet hervormd. En is hij ten strijde getrokken en heeft hij in Cappadocië, de slag bij Cappadocië tegen de Perzen in 622 na Christus, heeft hij een verpletterende overwinning geboekt op de Perzen. En werd de voorspelling van de Koran werd werkelijkheid. Maar ja, je kan zeggen dat misschien de profeet Mohammed, vrede zij met hem, dat hij van zulke strategische inzichten had, dat hij kon zeggen van, ik ga ervan uit dat de Perzen zullen gaan verzwakken, of dat hij denkt van, of dat hij hoorde van misschien wel spionnen die bij de Romeinen waren, van ze zijn met een hervorming bezig, wat je zei. Of dat hij informatie had van Perzen, van Romeinen, weet je, dat hij al kon inzien van wacht, binnen nu een 10 jaar zal het draaien of zal het shiften. Ja, het gekke is dat niemand voorzag dit in die tijd. Zelfs in Romeinse kringen werd gesproken over de ondergang van het Romeinse Rijk.
Dus niemand zag dit aankomen. Het zou heel gek zijn als iemand uit Arabië, die zeg maar qua communicatie afgesplitst is van het Romeinse Rijk, die een burger is, dit bedenkt. Mm-hmm. En tegelijkertijd niemand, zowel onder de Arabieren, want zelfs de leiders van Quraysh, zeg maar de elite van Mekka, die verklaarden hem voor gek. In zoverre dat een van de leiders van Mekka, die ging een weddenschap aan met Abu Bakr. Ja. Een van de beste vrienden, of de beste vriend van de profeet, alayhi salatu wassalam, over het feit dat deze voorspelling niet zal uitkomen. Omdat de moslims voor gek werden verklaard. Deze specifieke voorspelling. Over de overwinning van de Romeinen binnen 10 jaar. Toen is Abu Jahl is een weddenschap aangegaan met Abu Bakr. Over dat dit niet zou uitkomen. Subhanallah. Ja, en uiteindelijk is het binnen 10 jaar uitgekomen. En Abu Jahl was natuurlijk vermoord bij de slag bij Badr. Dus hebben zijn kinderen uiteindelijk de prijs betaald. Ze hebben het ook echt... Ze hebben het echt overhandigd, ja. Ja. Als ik kritisch probeer te zijn, vind ik deze heel moeilijk om kritisch te zijn. Ja. Omdat dit heel specifiek is. Ik heb er nog één voor je, Salahuddin. Ja. Toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in Medina was, dus de moslims waren gevestigd in Medina na de emigratie, toen ontstond op een gegeven moment de slag van Khandaq, de slag van de greppel. Mm-hmm. En dat was omdat Medina omringd werd door een leger van 12.000 man en de moslims een greppel groeven om hen buiten de deur te houden. Medina werd belegerd en vanuit verschillende richtingen aangevallen. In zoverre dat er paniek was in Medina en de mensen waren niet veilig. En de profeet, alayhi salatu wassalam, terwijl ze de greppel aan het graven waren, kreeg hij openbaring waarin Allah subhanahu wa ta'ala beloofde dat de moslims Syrië en Jemen zullen veroveren. Terwijl ze nu een kleine gemeenschap zijn die moeite heeft met een leger van 12.000 man in Medina. Dat heeft ertoe geleid dat hypocrieten, bepaalde munafiqin zelf zeiden van hoe durft Mohammed zoiets te zeggen? Wij kunnen niet veilig naar het toilet op dit moment. Ja. En hij belooft ons de rijken van de supermachten. Ja, dus ook dat was een heel ongewone voorspelling. Als je dat, ik denk dat heel veel moslims en ook niet-moslims, die het misschien niet qua schaal kunnen snappen, ja, hoe klein de moslimgemeenschap in Medina was. Juist. En hoe groot de Levant, Damascus, Jemen, hoe groot, weet je, wat voor rijken dat waren. Hoe zou je dat in perspectief kunnen plaatsen in naar deze tijd? Ja, een hedendaagse wetenschapper die zei, deze voorspelling die Mohammed gedaan heeft, alayhi salatu wassalam, is alsof je nu zegt dat de Eskimo's de Verenigde Staten en Rusland gaan veroveren. Ja, op die schaal moet je denken. Dus alsof de Eskimo's nu met z'n allen, weet je wel, in een bootje stappen en die gaan de Verenigde Staten veroveren en Rusland. Zo. Ja, dus dit is waar je aan moet denken. Hetzelfde geldt dat toen de profeet, alayhi salatu wassalam, bezig was met de emigratie. Dus hij was aan het emigreren, hij was op reis van Mekka naar Medina. Hij werd vervolgd. Dat was toen de moslims gingen vluchten van Mekka naar Medina om hun veiligheid, toch? Ja, inderdaad. De emigratie naar Medina, onder andere vanwege de barre omstandigheden en de vervolging van moslims in Mekka. Er hing ook een prijs aan de profeet, alayhi salatu wassalam. Iemand die hem zou vangen, uitleveren, levend of dood, die zou 100 kamelen krijgen, wat een gigantische prijs was. En toen kwam Suraqa ibn Malik, die volgde de sporen van de profeet, alayhi salatu wassalam, de woestijn in. Ja. En uiteindelijk vond hij hem. Hij was geen gelovige, hij was geen moslim, dus hij wilde hem uitleveren voor de hoofdprijs. Ah, nee, ik kan geld pakken. Juist. Uiteindelijk wilde hij dichterbij komen, maar de benen van zijn paard die zakten in het zand. En toen wist hij dat er iets geks aan de hand was. Zijn paard weigerde naar de profeet toe te lopen, alayhi salatu wassalam. En toen hij dichterbij kwam, zei de profeet tegen hem, oh Suraqa. Dus Suraqa die besefte dat er iets aan de hand is. Er is iets bijzonders aan deze man. Ja. Dus toen ging hij eigenlijk in vrede naar de profeet toe. En toen zei de profeet tegen hem, Suraqa, hoe zou het zijn als de schatten en de rijkdommen van Kisra, de leider van het Perzische Rijk, in die tijd de supermacht, bij ons liggen en aan jou hangen? En Suraqa ibn Malik die zei, de schatten en de rijkdommen van Kisra, de Perzische koning. En hij zei ja. En Suraqa die was verbaasd. Omdat wederom een groepje Eskimo's die beweren dat ze binnenkort de Verenigde Staten gaan veroveren. Het Witte Huis. Ja. En 4 jaar na het overlijden van de profeet, alayhi salatu wassalam, dat is zeg maar 15 jaar nadat hij deze voorspelling doet, hebben de moslims werkelijk het Perzische Rijk veroverd. En zijn werkelijk de schatten en de rijkdommen van Kisra, die zijn
overgeheveld naar Medina. En die zijn verdeeld onder de armen. Mag ik misschien kritisch zijn? Ja, of wil je punt afmaken? Ja. Nee, ga je gang. Ga je gang. Kan je zeggen dat omdat die mensen zo extreem veel geloof hadden in Mohammed. En in dat ze dus zo hun geloof aan het praktiseren waren dat ze zo graag naar de hemel wilden. Dat ze eigenlijk het uiterste uit hunzelf hebben gehaald. Eigenlijk dat hun moraal zo hoog was. Ja. Waardoor ze ook juist, dat self-fulfilling prophecy, waardoor ze dus ook gingen denken, we moeten Perzië en Kisra moeten we, moeten we veroveren. Want dan zullen we de profetie van Mohammed zullen we dan nakomen. Ja. Een soort van self-fulfilling prophecy. Ja, dat zou een tegenargument kunnen zijn. Alleen dat, daar red je het 1, 2, 3 keer mee. Niet met een overvloed aan voorspellingen die allemaal uitkomen. De profeet zei, alayhi salatu wassalam, na deze Kisra zal er nooit meer een andere Kisra komen. Dus de profeet voorspelde de val van het Perzische Rijk en dat die nooit meer opgebouwd zou worden. En dat er nooit meer een echte Perzische koning zal zijn. Kisra is een titel, hè? Een titel van een Perzische koning. Juist. Een soort Caesar. Precies, ja, inderdaad. Inderdaad, maar dan voor de Perzen. Ja. Kwam daar ook nooit meer een Kisra na hem? Nee, inderdaad. Dus na het overlijden van de profeet, alayhi salatu wassalam, in de beginperiode van de leiderschap van Umar ibn Khattab, hebben de moslims het Perzische Rijk veroverd, is Kisra gevallen en is er nooit meer een Kisra gekomen. Dus die is ook uitgekomen? Precies, exact. Exact. Er zijn ook voorspellingen die wij vandaag de dag met onze eigen ogen aanschouwen. Voorspellingen die in onze tijd of in de recente tijd heel duidelijk werkelijkheid zijn geworden. Eén daarvan is in de hadith van Abu Huraira, in Sunan Abi Dawud en Sunan al-Nasa'i, dat de profeet zegt, alayhi salatu wassalam, dat er zal een tijd komen waarin iedereen rente zal consumeren. Er zal een tijd komen waarin iedereen rente zal consumeren. En zelfs degene die er alles aan doen om het te ontwijken, die zullen worden getroffen door haar stofwolk. En dus stel dat als er een paard voorbij rijdt op een zandweggetje, dan laat hij toch een hele stofwolk achter. Dat is zeg maar l'hubar. Dus zelfs degene die er alles aan doet om rente te ontwijken, die zal getroffen worden door haar hubar. En dit is wat we vandaag de dag leven, werkelijk. Alles is doordrenkt met rente. De hele economie draait om rente. Alles wordt bestuurd met rente. Rente is de knop waar de grote bank, inderdaad de Wereldbank, aan draait. Of de Europese bank, de Europese Centrale Bank aan draait om de economie te besturen. En het sijpelt door in letterlijk alles wat we doen. Je kan geen vastgoed aanschaffen, je kan geen abonnement afsluiten of er zit iets van rente in verwerkt. En dit is werkelijk. En dit is eigenlijk pas het geval sinds de komst van papieren geld. Hè? Dus sinds dat losgekoppeld is van de goudwaarde, wat in de recente tijd gebeurd is. In de vorige eeuw was het nog niet. Precies, in 1970, zeg ik uit mijn hoofd, rond 1970, is definitief zeg maar papieren geld losgekoppeld van de goudwaarde. En is papieren geld een eigen leven gaan leiden, die constant door middel van inflatie wordt bestuurd. En dat is heel eigen voor deze tijd. En dat is niet per se iets wat voor de hand lag 1400 jaar geleden, waarin rente aanwezig was, maar er niet zoiets was als een wereldeconomie die wordt bestuurd door een paar knoppen waaraan gedraaid wordt, die de rente verhogen of verlagen. Het beetje de Abu Lahab, wat heb. Ja. Gaat over Abu Lahab, toch? Ja. Abu Lahab was een vijand van de islam, toch? Ja, klopt. Als hij moslim was geworden, dan had hij eigenlijk heel de islam gelijk buitenspel gezet. Ja. Want deze vers uit de Koran kwam nog dat hij in de tijd dat hij leefde. Precies. Precies. Stukje context misschien voor de kijker. Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde surat al-Masad, waarin Allah zegt dat Abu Lahab en zijn vrouw bovendien allebei in het hellevuur zullen belanden. En dus als ongelovigen, als niet-moslim zullen sterven. Dit is geopenbaard terwijl zij allebei nog leefden. Hij en zijn vrouw leefden allebei nog. Dat zou betekenen dat mocht hij moslim worden, dat hij dan eigenlijk daarmee, al zou hij doen alsof hè, dat hij moslim wordt, zou hij daarmee eigenlijk de Koran ontkrachten en aantonen dat de Koran onjuist is. Omdat hij dan moslim is en dan naar het paradijs zou moeten gaan. En dit is nooit gebeurd. En wat bijzonder is dat praktisch heel Mekka, want de moslims hebben later Mekka veroverd, dus heel Mekka uiteindelijk is moslim geworden. Ja, behalve Abu Lahab en nog een aantal van zijn vrienden en zijn echtgenoten uiteraard. Dus ook dit is inderdaad een voorspelling die nog tijdens het leven van de profeet alayhi salatu wassalam werkelijkheid is geworden. Maar zou Abu Lahab nooit gedacht hebben in die tijd, maar dat hij denkt van hé, ik zit de islam helemaal
te bestrijden. Ja. Met alles wat ik heb. Ik hoef eigenlijk alleen maar moslim te worden. Ja. En dan houdt het feestje op. Precies. Precies. Dus hij had alle motief om het te doen. Ja, hij had alle motief om het te doen. En dat zou veel eenvoudiger zijn voor hem dan al die oorlogen voeren tegen de moslims en die constante aanvallen. Maar het is nooit gebeurd. En dit is op zichzelf zeg maar een gewaarwording van de voorspelling. Dit vind ik een hele bijzondere. Ja, ja. Overgeleverd in de Tirmidhi en Sunan Abi Dawood, dat zijn zeg maar klassieke hadithbronnen. Daarin zegt de profeet alayhi salatu wassalam dat na mij zal het kalifaatschap nog 30 jaar duren. En vanaf dat moment zal er een monarchie ontstaan. De profeet is dus in 11 na de hijra overleden. Precies, en hij zei na 30, mij zal het kalifaat 30 jaar duren. En daarna komt een monarchie. In het jaar 41 na de hijra, precies 30 jaar, gaf al-Hassan dus de leiderschap over aan Muawiya. En vanaf Muawiya is het een monarchie geweest. Dus deze voorspelling is zo accuraat, zo concreet. En het is bizar, want deze feiten vallen in alle geschiedenisboeken te verifiëren natuurlijk. Niet alleen in de islamitische. Dus zo concreet en zo duidelijk. En dat dit uitkomt is een zeer, zeer overtuigend bewijs voor de profeetschap van Mohammed alayhi salatu wasalam, die dit nooit had kunnen weten. Deze voorspellingen zijn te risicovol om ze te doen. Ze zijn risicovol en ze zijn onnodig. Mohammed alayhi salatu wasalam, die had het niet hoeven doen. Dus je zou zeggen dat hij onnodig risico neemt. Ja. Dat als dit niet uitkomt, dat alles wat hij opgebouwd heeft in stof opgaat, omdat hij dan niet meer geloofwaardig is. Want ze geloofden toch al dat hij een profeet was. Precies, exact. Hij had dit niet nodig om zijn volgelingen, om vertrouwen te winnen van zijn volgelingen. Dus het was een onnodig risico, als hij natuurlijk dit allemaal verzonnen had. Maar wetende dat hij slechts de boodschap van Allah verkondigt, verkondigt hij wat hij geopenbaard krijgt. Een andere voorspelling die we ook letterlijk in levende lijven zien, is dat de profeet zei in de hadith in Sahih Muslim, op gezag van Umar ibn al-Khattab, zei de profeet alayhi salatu wassalam dat als een teken van de dag des oordeels, dat een teken van de nabijheid van de dag des oordeels is dat je zult zien dat arme, naakte, blootvoetse schapenherders, bedouinen, zullen wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. En wat heel bijzonder is dat bedouinen eigenlijk een heel simpel volk zijn. Mm-hmm. En zeg maar in honderden jaren tijd, misschien wel in duizenden jaren tijd, nooit veranderd zijn. Hun manier van leven is altijd hetzelfde gebleven. Hun leven is nooit veranderd geweest. Dus zeg maar, zelfs toen in de islamitische wereld, toen moslims als de eerste en enige in de wereld stromend water hadden in elke woning, riolering hadden, straatverlichting. Ja. Toen de moslims echt de piek van hun beschaving bereikten, waren de bedouinen gewoon wie ze waren. En die trokken rond met hun kamelen en hun schapen en die deden hun ding en die trokken zich niks aan van welke beschaving dan ook. En dat waren de Arabieren? Ja, dat waren de Arabische Bedouinen. Arabische Bedouinen. Dus hun leven is altijd heel constant gebleven. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat zij, mensen die in tenten leven, dat zij wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Ze hadden niet eens normale gebouwen. Ja. Laat staan het wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. En vandaag de dag leven wij natuurlijk de tijd waarin bedouinen, en daar hebben we beeldmateriaal van, dat de mensen die nu in Dubai en in andere landen de hoogste gebouwen bouwen, dat die letterlijk in de jaren 70 nog echt bedouinen waren en echt leefden in een hutje, leefden in een tent. Ja, het is echt bizar. Het contrast is bizar. Die waren nog een kameel aan het slachten met een vuurtje eromheen. Zaten precies, ze... exact. En dat is echt in de jaren 70, 60 is dat werkelijkheid. En alleen maar door natuurlijk de gigantische oliefondsen kon dit gebeuren. Dus, en dat was iets dat er onder de woestijn olie ligt, had niemand natuurlijk kunnen voorspellen. Zeker niet 1400 jaar geleden, toen er nog helemaal geen techniek en apparatuur was en mensen niet eens dachten aan olie. Dus, en nu wedijvert Saudi-Arabië met Dubai om het hoogste gebouw, toch? Dit is exact. Nu zie je dat dus die mensen die nog geen 100 jaar geleden bedouinen waren en leefden in tenten en hutjes, dat die nu wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Het hoogste gebouw in de wereld is de Burj Khalifa in Dubai. Dat is de nummer 1. En Saudi-Arabië, de Clock Tower in Mekka, is de nummer 3 in de wereld. Saudi-Arabië is nu eentje aan het bouwen, die gaat over Dubai heen, toch? Exact. En
Dat is wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Door Bedouïnen, letterlijk. En dit is werkelijk een verbluffende voorspelling, omdat niemand had dit kunnen voorstellen. Ja, niemand had het kunnen voorstellen. Had hij gezegd van, joh, de Romeinen zullen wedijveren in hoge gebouwen, of de Perzen, Egyptenaren, of er zal een nieuwe beschaving komen, weet je wel, die zullen iedereen overtreffen. En dan kan je nog denken van, maar Bedouïnen, die al duizenden jaren doen wat ze doen, is geen beweging in te krijgen, dat die wedijveren letterlijk in het bouwen van hoge gebouwen is verbluffend. En dit is wat wij nu met z'n allen met eigen ogen aanschouwen. Zijn ze die hoge gebouwen juist gaan bouwen omdat ze die hadith kennen? Ja. Of doen ze dat? Nou, het bijzondere hier is dat de profeet, alayhi salatu wassalam, die heeft het niet gestimuleerd. De profeet, alayhi salatu wassalam, met al zijn doen en laten en met de hele boodschap die hij uitdroeg en het voorbeeld dat hij gaf, promoten simpliciteit. Een simpel leven leiden, een bescheiden leven leiden. Geen verspilling, geen onnodige uitgaven. Het is eerder iets waar hij tegen waarschuwt. En in andere overleveringen doet hij dat expliciet. Hij zegt letterlijk, ik vrees voor jullie niet, zeg maar, de externe vijand, maar ik vrees voor jullie rijkdom. In een andere overlevering zegt de profeet, alayhi salatu wassalam, ik vrees voor mijn gemeenschap niet dat ze zullen omkomen in armoede, maar ik vrees voor mijn gemeenschap rijkdom en wilde. Zijn er nog meer specifieke voorspellingen die wij nog dagelijks meemaken in onze tijd? Ja, er is een hele rits aan voorspellingen die de profeet alayhi salatu wassalam gedaan heeft, die wij met eigen ogen zien in onze tijd. Zo zei de profeet alayhi salatu wassalam dat moord gigantisch zal toenemen, in zoverre dat degene die moordt niet weet waarom hij moordt, en degene die vermoord wordt niet weet waarom hij is vermoord. En de profeet zei alayhi salatu wassalam dat obesitas dominant zal zijn. En dit is iets wat vroeger had je wel eens iemand met obesitas natuurlijk, dat kwam voor, maar dat een hele gemeenschap of een hele generatie, dat daarin obesitas dominant is. Bijna de norm is, zou je kunnen zeggen. Dus voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk, hè? Nooit eerder is, zeg maar, een hele gemeenschap, zeg maar, gebukt gegaan onder obesitas. En dit is echt een kenmerk van onze tijd. En iets wat ze in die tijd zich ook heel moeilijk konden voorstellen. En de profeet zei, alayhi salatu wassalam, dat zedeloosheid zal toenemen. In zoverre dat mensen zelfs openlijk seksualiteit zullen bedrijven. En, gewoon op straat? Gewoon op straat, letterlijk. Gewoon op straat, langs de weg, zullen mensen openlijk seksualiteit bedrijven. En natuurlijk is bijvoorbeeld prostitutie iets van alle tijden geweest. Alleen dat is altijd iets stiekems geweest. En altijd iets wat waar je of voor schaamde of waarop werd neergekeken. Maar nu leven we echt in een tijd waarin prostitutie genormaliseerd is. Ze betalen zelfs belasting. Maar ook door pornografie en seksualiteit echt iets publieks is geworden. En iets is wat openlijk wordt bedreven. En ook dit is iets heel kenmerkends aan onze tijd. En de profeet zei ook, alayhi salatu wassalam, er is een groep mensen die ik in mijn tijd nog niet heb gezien. En dat zijn vrouwen die naakt zijn, maar toch gekleed. Of vrouwen die gekleed zijn, maar toch naakt. Wat bedoelt hij daarmee? Dat kan duiden op het feit dat ze heel schaars gekleed zijn. Of dat ze doorzichtige kleding dragen. In zoverre dat ze gekleed zijn, maar toch naakt zijn. En hoe dan ook, duidt het op naaktheid, linksom of rechtsom. En over het feit dat naaktheid iets publieks is geworden. Ja. En nou ja, een paar honderd jaar geleden had je misschien een geleerde nodig om deze hadith uit te leggen. Maar vandaag de dag kan elk kind van 12 die wordt gebombardeerd met billboards, met advertenties, met films en series waarin naaktheid de norm is. En ook dit is iets wat in die tijd heel ongewoon was. En honderden jaren heel ongewoon is geweest. Zelfs bij de niet-moslims, toch? Zelfs in Nederland is het bijvoorbeeld zeer recent pas. Zeg maar, overspel is pas het verbod op overspel in Nederland. Mm-hmm. Ik zeg het even uit mijn hoofd, is volgens mij in de jaren 70 of 80 pas opgeheven. Daarvoor was het gewoon verboden. Maar ook hoe Nederlandse vrouwen, Westerse vrouwen zich kleden, zeg maar, nog geen eeuw geleden. Dat was gewoon heel bescheiden en netjes. Zelfs mensen
die bejaard zijn vandaag de dag, die schrikken van wat ze meemaken. Ja. En die schrikken van wat, hoe de wereld er vandaag de dag uitziet, dat kennen ze niet. Dat is niet hoe zij zijn opgegroeid, zeg maar. Ja, ja. Dus het is echt iets uit onze tijd waarin naaktheid dominant is geworden, het publieke domein heeft betreden. Dit zijn eigenlijk hele spectaculaire voorspellingen. Ja. Stuk voor stuk. Ja. Wetenschappers, historici, et cetera, zouden hier eigenlijk hele films en hele boeken aan moeten wijden, toch? Of... Ja, het is iets wat absoluut aandacht verdient. Dus ik ben zeer blij dat jij hier aandacht aan schenkt door dit gesprek te hebben. Absoluut. Ik denk dat dit feiten zijn waar ook veel moslims niet van op de hoogte zijn. Nee. Maar zeker niet moslims. En ik denk dat ze het recht hebben om dit te weten, toch? Om dit te weten en hier meer over te leren. Ja, absoluut. Broeder Mohammed, ik wil jou nogmaals bedanken voor je enerverende verhaal. Ik heb enorm veel geleerd van je. En ik hoop inshallah dat ik jou de toekomst nog vaker mag spreken over een tal van onderwerpen. Met veel genoegen. We mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou belonen met het overbrengen van je kennis. En ik hoop dat de kijkers hieraan wat gehad hebben. Amin. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.